Ik vind reuma niet zozeer een handicap. Ik zie mezelf ook tegenwoordig niet meer echt als een reuma-patiënt, om mij even zo te zeggen. En dat heeft vooral gewoon te maken dat ik mijn leven nu goed op de rit heb. En ik kan dingen doen en de reuma is niet meer de baas over mijn leven. En ik bepaal wat er gebeurt. Ik ben Antoinette, ben 30 jaar. Ik heb artritis psoriatica. Dat is een reumatische aandoening met daarnaast nog een huidziekte. Ja, de reuma heeft voornamelijk invloed op grote gewrichten. Ik moet zeggen, ik heb ook best wel veel last van mijn handen en van mijn vingers. En ruim een jaar geleden begonnen met het hardlopen. Van niks eigenlijk. En gewoon echt een schema gevolgd. Eerst net tot de 5 kilometer. Dan begin je met 1 minuutje hardlopen, 1 minuutje rust. Iedere week, 3 keer in de week. En gewoon schema volgen. Ja, ik ga de marathon van Rotterdam lopen. Nou, ik doe het voor het goede doel, voor RM in Nederland. Ik haal donaties daarvoor op. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk om te laten zien aan mensen met reuma, maar ook zeker mensen zonder reuma, dat ik als iemand met reuma tot zoiets in staat is, of in ieder geval daarvoor wil gaan. Je wilt natuurlijk net zoals iedereen zijn, en dat probeer je ook. Zo werk ik maar halve dagen. Natuurlijk, het liefst zou ik hele dagen willen werken, maar dat lukt niet. Maar het betekent niet dat ik niet kan werken. En het betekent niet dat ik geen leuke werk kan doen. Dus het is heel veel zoeken naar de balans in het leven. En wat wil je? Wat kan je? Reuma is geen positief ding, maar ik wil er wel iets positiefs van maken. Te laten zien, dit kan je ook, ondanks reuma, ondanks een chronische ziekte.